Je bent bij Rijnmond. Radio Rijnmond. Tot 7 uur. Koorts, de radiodebatten. Vanavond in de gemeente Krimpen aan de IJssel. In samenwerking met... Hier is Ruud de Boer. Goedenavond allemaal en een goedenavond ook thuis. De mobiele studio van Rijnmond Nu is vandaag te vinden in Krimpen aan den IJssel in ontmoetingscentrum De Tuiter. Straks is hier het lijsttrekkersdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, waar draait het in Krimpen om? Ook voor de luisteraar buiten Krimpen. Waar gaan de politieke partijen zich hard voor maken? Nou, het is een gezamenlijke uitzending van Radio Rijnmond en de lokale omroep Krimpen 106.0. Samen met Dick de Klerk. Ja, dankjewel Ruud. Ja, we gaan ze bevragen. We gaan ze het hemd van het lijf vragen. Even de opzet. We hebben aan tafel... Het zijn er 9, hè? Ja, ik heb het goed geteld. 9 partijen, meerdere debatonderwerpen. Ja, en in de rondes van een minuut of 10... dan gaan we daarover debatteren. Publiek mag vragen stellen. Natuurlijk allemaal in de betamelijke, netjes en vinger opsteken. En aan het eind van de uitzending is er voor elke partij een minuut de tijd om je... Ja, ik zei het gisteren een beetje grappig, de State of the Union te houden, je verkiezingsspeech. Maar de gong is onverbiddelijk. Dat was hem. Goed, daar gaan we dan. Nou, laten we inderdaad maar gelijk beginnen, Dick. Eerst maar even iedereen dus welkom heten. Ik heb een citaat. Wie van jullie heeft dit gezegd, is eigenlijk de vraag. Krimpen is een heel mooie plek om te wonen. Dicht bij het groen van de Krimpener Waard, maar ook dicht bij de regio Rotterdam. Wat voor veel inwoners de plek is waar ze werken of op school zitten. Het wordt een uitdaging om deze mooie positie de komende jaren te behouden. Vingers, wie heeft dit gezegd? Arnold de Leeuw heeft dit gezegd. Dat klopt. En daar zijn wij in ons verkiezingsprogramma. Beginnen we daar ook mee? Want volgens mij is Krimpen gewoon de plek om te wonen, te recreëren... en in dit soort mooie voorzieningen bij elkaar te komen. Maar nou had dit citaat bij een ieder vandaan kunnen komen van jullie... want het is een beetje wat de meeste van jullie hebben geschreven... bij jullie biografie op de partijpagina's op internet. Krimpen is mooi en rustig, lekker dicht bij de stad... maar de bereikbaarheid is wel een dingetje. Zo vat ik het maar even samen. Ja, Krimpen, daar gaan we het dus over hebben. We hebben jullie verkiezingsprogramma's bekeken. Samen met de collega's. Hè, Dick, je hebt kleine oogjes. Je hebt al die paparazzen door zitten nemen tot laat vannacht. Het is een aardige klus geweest inderdaad, ja. Welke drie thema's gaan we doen? We gaan het hebben over bereikbaarheid, veiligheid en woningbouw. Goed, en bij ieder thema zullen we dan gericht vragen stellen. Maar het is voor iedereen met een afwijkend standpunt uiteraard mogelijk om daar een reactie op te geven. Nou, dan het eerste onderwerp, bereikbaarheid en leefbaarheid. Iedere partij heeft er wel iets over staan, over de oeververbindingen. Even om een beeld te vormen, een paar vragen. Opnieuw vingers, wie wil er een nieuwe fietsbrug aangelegd hebben? Dat zijn heel veel gemeentes. SGP, GroenLinks, CDA en Leefbaar Krimpen. En de PvdA die wil het eigenlijk ook wel. Wie wil er een tweede Algra-brug? Ja, misschien wel een tweede brug, maar geen tweede Algra-brug. Wie wil er een tweede brug? Laat ik het zo zeggen dan. Oké, nou, er zijn al wat minder vingers. Ik heb nog een andere vraag, Dick. Ja, wie wil er een nieuwe oeververbinding op een andere plek? Bijvoorbeeld naar Ridderkerk. Daar zie ik Leefbaar Krimpen. Ik zie daar een zuinig mondje van het CDA van D66. SGP is daar absoluut voor en ook de stem van Krimpen is daar absoluut voor. Wie wil er trouwens helemaal geen nieuwe oeververbinding? Ja, de VVD. Of wilt u juist wel een tweede oeververbinding? Nou, dat ligt eraan hoe je daarnaar kijkt. Een tweede oeververbinding is hartstikke mooi... maar een tweede oeververbinding is niet zomaar gerealiseerd. En waar het om gaat, is dat we nu een probleem hebben... en dat we dat probleem nu moeten oplossen. Dus het is goed om over een tweede oeververbinding te denken, te praten... en daar plannen voor te maken, maar we moeten het probleem... wat we nu hebben met de oeververbinding, de Algra-corridor... moeten we nu aanpakken en moeten we nu al mee aan de slag gaan. Even voor de luisteraars die net inschakelen. Je bent bij een live-uitzending vanuit Krimpen aan den IJssel... Die zo zijn eigen problematiek heeft. Even over die Algra-brug. Ik maakte heel flauw de hele tijd in de uitzending de grap. Ik moest mijn spiegeltjes inklappen om over die Algra-brug te komen. Het is wel lastig. Ja, dat is het inderdaad. Het is een brug die eigenlijk niet van deze tijd is. Maar we hebben niet anders, dus we moeten het ermee doen. Maar er gaat ontzettend veel verkeer overheen. Zowel de Krimpen naar Waard uit, 's ochtends, als 's avonds de Krimpen naar Waard weer in...
En voor al dat verkeer en vele duizenden voertuigen per dag, niet alleen personenvoertuigen, maar ook openbaar vervoer, ook vrachtverkeer, dat moet allemaal over drie banen heen. Ja, ik zag de SGP al de vinger opsteken. Ja, u zegt volgens mij het is belangrijker om de leefbaarheid te behouden van deze gemeente dan de ultieme bereikbaarheid. Ja, ik herken me in die zin in het verhaal van meneer Tim van de VVD dat we echt een probleem nu hebben voorliggen. Waarbij je ook gewoon echte problemen moet hebben van vandaag de dag, zeg maar, voor ogen moet hebben. Maar tegelijkertijd, ultieme bereikbaarheid heeft altijd zeg maar, een prijs. Niet alleen zeg maar, als het gaat om de kosten die ermee samenhangen, maar het gaat dan ook ten koste van leefbaarheid. En geluidsproblematiek langs de N210, langs de Algerabrug, is ook gewoon iets waar we de ogen niet voor willen sluiten als SGP. Daar moet je het ook over hebben in zijn samenhang. Ik heb zelfs van de collega's van de LOK gehoord dat het zo moeilijk is om krimpen te bereiken, is eigenlijk ook wel een beetje een gunstig teken. Want dan blijft het lekker rustig. Hier houden we al die stadse drukte een beetje buiten de deur. Nou, dan bagatelliseren we vooral het bereikbaarheidsprobleem. En dat mogen we voor mij nooit doen. En niemand van ons zal het, denk ik, hier aan deze tafels doen. Het gaat gewoon echt over het realiseren van betere doorstroming. Maar wel iedere keer de vraag erbij: wat betekent dat zeg maar, voor de leefbaarheid van Krimpen en IJssel? Superbelangrijk. Arnold de Leeuw van het CDA wil erop reageren. Ik ben het er uiteraard helemaal mee eens. Maar ik denk ook dat we nu de kans hebben om een aantal dingen te doen. Met name wat wij noemen de grote kruisingenkrimpen. Die is toe aan vervanging. En dat is wel het moment om dan de capaciteit van die kruising te verbeteren. En bijvoorbeeld te zorgen dat we niet meer een PNR midden in het centrum hebben waar je alleen via de file komt. Maar verderop in Krimpenerwaard een PNR realiseren, zodat we de inwoners uit de gemeente Krimpenerwaard ook kunnen verleiden om met het openbaar vervoer te gaan. De stem van Krimpen heeft ook een stem, Kirsten Jaarsma. Ja, ik wilde even op reageren op Arnold, wat Arnold de Leeuw zegt van het CDA. Zeker een goed plan om het grote kruispunt aan te pakken. Maar Stem van Krimpen is in ieder geval van mening niet op kosten van de gemeente Krimpen aan de IJssel. Het kruispunt is niet ons de bereikbaarheid is niet alleen ons probleem. En wij vinden in ieder geval dat het kruispunt en de aanbrug grote strikt erom. En het eigendom en onderhoud mag wat ons betreft gelijk weer terug naar de provincie. Nu ben je flauw. Of dat flauw is. Nou. Gewoon de rekening bij de ander leggen. Nou goed, het is een onderdeel van de N210, van de provinciale weg. En het is ook, zeg maar, de bereikbaarheid is niet alleen. Wij zijn niet alleen daarvoor verantwoordelijk. Dat het kruispunt aangepakt moet worden, is zeker een onderdeel van een korte termijn oplossing. Maar niet alleen de rekening bij ons neerleggen. Goed, dan de rekening delen. Dat minimaal. Minimaal. Koen Deriks, PvdA. U wilt vervoerstromen spreiden. Dus er moet ook een brug naar Ridderkerk komen. Is daar wat draagvlak voor? Ja, die brug naar Ridderkerk is een oplossing die ook vanaf die kant de ontsluiting van Rotterdam zou moeten ontlasten. Waar is daar draagvlak voor? Ja, dat is interessant, omdat draagvlak ook voor een deel in een andere deel van de Krimpen- en Waardpolder gezocht moet worden. Wij zitten namelijk, en dat zeggen de andere partijen ook wel, op die Algabrug met de inklappende spiegels, heb ik begrepen. In de versmalling van de hele polder. En daar betalen wij enorm veel geld in Krimpen aan de IJssel van voor oplossingen en asfaltreparaties. Ook Arnold de Leeuw zei over de mogelijke kruispunt. Dat heeft inmiddels meer dan 1 miljoen voor dat stukje bij de brug gekost. Dat gaat voor de kruispunt nog eens een aantal miljoenen kosten. Dus brug bij Ridderkerk ter ontlasting van, ja, maar niet ter verdrukking van de overlast die de mensen hier in de 210 hebben. Wij hebben ook mensen die langs de 210 wonen, die daar in Krimpen grote overlast in hebben. En ik zou inderdaad naar mogelijkheden voor vervoerstromen willen kijken, zoals de fietsbrug, het watervervoer en andere dingen. Omdat de Krimpenaren op een goede manier met openbaar vervoer aansluiting moeten hebben met de Randstad. Nou, daar kan GroenLinks het alleen maar mee eens zijn, Wouter van Blanken, want je wilde er iets over zeggen, maar volgens mij heeft meneer Deriks het al gezegd. Nou, die haalt een beetje het gras voor mijn voeten vandaan en wij houden natuurlijk echt van gras, dus dat is jammer. Maar wat ik heel erg wil benadrukken is, verkeersstromen is niet alleen maar zoveel mogelijk auto's die Algrabrug overjagen of zoveel mogelijk auto's door de Krimpenerwaard heen krijgen. We moeten vooral heel erg gaan kijken. We leven in een hele innovatieve tijd. Er zijn heel veel andere mogelijkheden. En laten we daar nou eens ook naar gaan kijken. Wat denken jullie dan? Nou ja, als ik hoor, er wordt een tunnel richting Ridderkerk of een brug aangelegd. Meer asfalt leidt alleen maar tot meer file en tot meer lawaai, tot meer luchtverontreiniging. En dat willen we niet. Wij zien heel sterk iets in een fietsbrug. Wij zien heel sterk dingen, mogelijkheden om dingen te gaan doen op het water. We liggen tussen twee rivieren. Laten we daar dan ook in hemelsnaam eens een keer gebruik van gaan maken. Klinkt wel logisch. Ja, dat denk ik ook. En laten we vooral nou eens uit dat stigma van die auto en die brug en eens gaan kijken naar wat meer creatieve oplossingen. Wat voor oplossingen er nou nog meer zijn? Ja, maar may I pick your brain then? U zegt creatieve oplossingen. Nou, water, u noemde het al. Wat zijn nog andere oplossingen dan? Nou, er zijn talloze oplossingen te verzinnen. En waar we natuurlijk ook voor uit moeten kijken is wat de heer Tim van de VVD net ook aangaf. Dit is iets wat ontzettend veel tijd kost.
En waar we voor uit moeten kijken is dat we nu heel veel investeringen gaan doen en dadelijk door de tijd en door de moderniteit ook worden ingehaald. Dat we dadelijk een brug neerleggen terwijl ons mobiliteitsprobleem door allerlei innovatieve oplossingen al opgelost gaat worden. En dat is natuurlijk ontzettend zonde als we dat gaan doen. Arnold de Leeuw, CDA. Ja, ik denk dat die problemen niet vanzelf opgelost worden. Dus we moeten natuurlijk keihard gaan werken om de innovatieve mogelijkheden ook beter te pakken. Vervoer over water doen we al best wel. Kan nog veel beter, met name naar Rotterdam-Zuid. Handige verkeerssystemen zorgen dat de mensen uit Krippenwaard de fiets pakken. Hoe krijgen die mensen de auto uit? Nou, juist door het op die manier aantrekkelijk te maken. Wij hebben hier goed openbaar vervoer. Dat moeten we in de rest van de Krippenwaard ook zo hebben. Vervoer over water is een ander voorbeeld, waarbij het gewoon heel makkelijk en ook heel luxe is om naar Rotterdam en hopelijk straks ook naar Rotterdam-Zuid te gaan. Er zijn echt nog allerlei mogelijkheden vandaag en dan hoeven we niet te wachten op innovatie in de toekomst. Arjen Nijleman, D66. Ja, ik deel de opvatting dat het een heleboel oplossingen moeten zijn. Het is één probleem bereikbaarheid. En dat los je niet op met één oplossing. Dat heeft ook de discussie van de afgelopen jaren denk ik wel geleerd. Dus het is inzet op een heleboel dingen. Dat gaat niet snel. Inzet op innovatieve oplossingen. Inzetten op betere openbaar vervoer mogelijkheden, absoluut. Fietsverkeer, andere vormen van werken, spitsmeiden. Er zijn heel veel ideeën al gelanceerd. En we zullen ze voor een groot deel allemaal nodig hebben. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan dat je een keer zal moeten investeren in infrastructuur. Dus geen extra brug of geen extra oeververbinding zal op termijn, denk ik, gewoon geen haalbare kaart zijn. Tenzij je wil dat dit gebied ook economisch niet meegaat met de tijd. Want met een economische ontwikkeling komt ook een verdergaande behoefte aan mobiliteit. Die plannen liggen er ook. En ik denk dat het voor de leefbaarheid van het gebied en voor de economische vitaliteit van het gebied heel belangrijk is dat daar ook naar gekeken wordt. Maar daar hoort ook investeren in infrastructuur bij. Ik geef het woord even aan Anton Tim van de VVD. Ja, wat we hier nu doen, dat is eigenlijk exemplarisch voor het probleem ook wat we hebben. We praten er namelijk al sinds die brug ligt over. En al die tijd hebben we wel gekeken naar oplossingen, hebben we ook wel veel bereikt. Maar we moeten nog veel meer bereiken. En eigenlijk moeten we nu gewoon stoppen met praten en het een keertje gaan doen. En dat moeten we niet alleen doen, maar dat moeten we met de provincie doen. Dat moeten we onze buurgemeente Krimpenerwaard, dat moeten we met Capelle doen, met de MEDH. Met elkaar moeten we het gewoon gaan doen. Stoppen met praten, een keertje aanpakken en het probleem oplossen. Stem van Krimpen. Ja, ik zat net even te denken ook aan alle luisteraars van RTV Rijnmond die nu waarschijnlijk in de file staan voor de Algrabrug. Hallo allemaal. Zijn er nogal wat hoor nu. Daar zijn we ons van bewust. Ik wilde in ieder geval nog ook wel een andere korte termijn oplossing aandragen. Ik denk sowieso dat de bereikbaarheid ook voor ondernemers cruciaal is. We hebben ongeveer 1000 ondernemers in de Krimpenerwaard die dagelijks geconfronteerd worden, ook overdag met files voor de brug. Wij zijn in ieder geval voorstander om de brugopeningen voor de pleziervaart in het zomerseizoen van 1 april tot en met 1 oktober of tot 1 oktober van naar 1 keer per 2 uur te brengen. Want dat is nu? Ja, dus nu 1 keer per uur. Dat is al teruggebracht van 2 keer per uur. Yes. Maar dat is in ieder geval wel iets waarvan ik in ieder geval overtuigd ben dat wij Rijkswaterstaat wel van de nut en noodzaak voor de economische belangen van de Krimpenerwaard kunnen overtuigen. Mevrouw Bregman van de ChristenUnie, goed idee? Ja, zeker is het goed om met elkaar na te denken over hoe we de bereikbaarheid kunnen verbeteren. Nee, maar even over het specifieke voorstel. Over de brug meerdere malen minder te openen in de hoogseizoen. Als dat helpend is, dan moet dat zeker gebeuren. Maar er is ook de afgelopen periode al wat op gebeurd. Maar waar ik vooral even op aan wil sluiten is dat als je het over de bereikbaarheid hebt, er onlosmakelijk mee verbonden is van hoe zie je de toekomst van de Krimpenerwaard. En er is al verschillende malen genoemd, we moeten het echt in samenwerking doen. En daar moeten we ook echt stappen in gaan maken. En daarbij moet echt vooral ook voorop staan welk gebied wil je zijn. En als het dan om korte termijn oplossingen gaat, dan gaat het om openbaar voor, dan gaat het om fietsgebruik, hoe we dat kunnen verbeteren. En dan hoor ik hier en daar over PNR-plaats in Krimpen aan de IJssel. Wat voor ons ook heel belangrijk is, dat we het met de Krimpenerwaard doen. En dat langs de N210 die PNR-plaats ook echt verbeterd gaan worden. En dat als er hier een PNR-plaats komt of een verbeterde PNR-plaats, dat we dan niet een dumpplaats worden van alle auto's die de Krimpenerwaard uit willen. En dan hier maar even snel parkeren. Marco Oosterwijk van SGP.
Nou ja, kijk, ik zat een beetje te denken van wat met zeg meneer Tim nou gewoon doen. Dat zit volgens mij ook in de slogan van de VVD begrepen. Maar wat ik vooral belangrijk vind, van vertel elkaar het eerlijke verhaal. En probeer het niet in algemeenheden te formuleren, maar kies concreet dingen uit waar je zo bij wijze van spreken morgen mee kan starten. Zorg ervoor dat die waterbus 's morgens gewoon eerder in het Krimpenweg gaat en niet pas om 7:30. U zit nu in de huidige coalitie. Wat heeft u de afgelopen 4 jaar gedaan dan? Nou, we zijn wat dat betreft ongelooflijk druk bezig. En collega De Leeuw die kan er heel veel meer over vertellen met het enthousiasmeren van de regio. Want daar gaat het ook om dat die waterbusverbindingen gewoon veel meer belang moeten krijgen dan dat ze tot op heden krijgen. Dat is één. SGP Krimpen heeft, en iedereen heeft dat ook kunnen meemaken, Krimpen Fiets 2.0 centraal gesteld. Echte maatregelen treffen. Dus waar mensen moeite hebben om die Algerenbrug op te komen met de fiets, zorg dat er een fietslift komt. Dat helpt. Dat zijn de concrete dingen waar inwoners volgens mij ook razend veel belang aan hechten. Vraag het even aan het publiek. Hoeveel mensen zijn met de fiets? Nou, minder dan de helft. Dat kan veel beter. En daar staat u de spijker op zijn kop, want dat kan inderdaad veel beter. Jeffrey van der Elst, ja. Leefbaar Krimpen. Ja, het gaat niet alleen bij Leefbaar om die ene brug. We hebben echt een tweeën nodig. We hebben maar één uitgang. Het is uit het rapport al genoeg gebleken dat bij calamiteiten we echt een risico hebben om de Krimpen de Waard veilig te stellen. Dat staat ook in het visie Krimpen de Waard rapport. Dus daarvoor moet je echt gaan kijken naar een tweede verbinding. En belangrijk, ja, ik hoor het toch hier, ja, we moeten het eigenlijk niet doen, want er komt techniek in de toekomst. We zien juist in de toekomst alleen maar toename van het verkeer. Mede omdat ook in de Krimpen de Waard meer gebouwd gaat worden. Dat betekent meer toename van verkeer. We zien het openbaar vervoer in de Krimpen de Waard drastisch verslechteren. Dus we krijgen nog meer druk op die brug. Dus er moet echt een verbinding komen. En wat ons betreft een tunnel naar Ridderkerk. Ja. Dat was de onverbiddelijke gong. Dat was de Algabrug en de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel. Laten we het hebben over een onderwerp dat ik al een paar keer voorbij heb horen komen. Zonder erom gevraagd te hebben, maar dat speelt hier blijkbaar toch. De winkelopening op zondag. Gaan we eerst naar D66. U vindt zondagsvrijheid een absolute voorwaarde. En dan moet u me even helpen, want is dat de vrijheid van de winkeliers om open te zijn? Of bedoelt u dat mensen op zondag vrij moeten zijn? Vooral dat laatste. Het gaat ons niet in de eerste plaats om het openstellen van de winkels op zondag. Het gaat ons om de vrijheid om daar zelf een keuze in te maken. Dat is wat belangrijk is. Er is naar ons idee een ruime meerderheid in Krimpen die gelooft dat de economie echt 24 uur doorgaat en dat winkelen in Krimpen op zondag mogelijk moet zijn. Ja, er wordt maar hevig neergeschud door Jeanette Bregman van de ChristenUnie. Dat is helemaal niet waar? Nee. Dat is geen meerderheid? Nee, de koopstroomonderzoek heeft al duidelijk aangegeven dat daar geen meerderheid voor is. Maar een van de verhalen die mijn moeder altijd vertelt als het gaat over vertel nou iets van vroeger, dat is, zij was dochter van een ondernemer, kleine ondernemer, was dat zij zei van, ik weet nog zo goed dat in de jaren 50 de winkeltijdensluitingswet kwam en dat er eindelijk op zaterdagavond tijd voor elkaar was, tijd voor het gezin, tijd om met elkaar dingen te doen. En als we het hebben over winkelopenstelling op zondag, dan gaan we de kleine ondernemer daarin vergeten. De vrijheid die een grote ondernemer heeft en de mogelijkheden om open te zijn, die gaan we bij de kleine ondernemer weghalen. Ja, de kleine ondernemer dus, ja. Die daar de dupe van wordt. D66, uw antwoord erop? Ja, ik wil wat dat betreft toch even graag een punt afmaken. Mm-hmm. Want het gaat mij om de vrijheid van alle inwoners. Dus het gaat om de vrijheid die mensen hebben die naar de kerk willen gaan. Daar moet ruimte voor zijn. En daar moeten we respect voor hebben om dat met elkaar te organiseren. Maar dat betekent dat we de openbare ruimte die we hier delen in deze gemeente ook ter beschikking moeten stellen van de mensen die kiezen om hun zondag op een andere manier in te vullen. Kirsten, dus juist, de vrijheid van de een betekent niet noodzakelijkerwijs de onvrijheid van een ander. Kirsten Jaarsma, de stem van Krim. Ja, ik ben het eens met Arjan Nederman. Het gaat om keuzevrijheid voor ondernemers en voor inwoners. Wij hebben in ieder geval in oktober de aanvraag van 3 supermarkten in Krimpen aan den IJssel om op 24 december open te mogen geagendeerd. Ik denk dat ondernemers heel goed in staat zijn om in te schatten of het voor hen of wel of niet nuttig is om een winkel open te doen. En de inwoners kunnen ook zelf de keuze maken of ze wel of niet willen winkelen op zondag. En het koopstroomonderzoek wat mevrouw Bregman aankaart. Inderdaad, bijvoorbeeld in de Kapel aan den IJssel zijn de winkels elke zondag open. 4% van de mensen doet boodschappen op de zondag. Het is meer een spreiding van de mogelijkheden. Maar kennelijk wel genoeg voor de ondernemers om elke zondag toch hun winkels te openen. Ja. Koen Dierks, PvdA. Ja, dat is een wonderlijke discussie. Omdat mensen hier elkaar proberen de loef af te steken over wat voor vrijheden mensen dan moeten hebben om hun eigen leven in te richten.
Ja, er zit natuurlijk een vrijheid in om, zeker voor de kleine winkeliers, want daar hebben de Partij van de Arbeid ook wel een oog voor, niet op te gaan in de economische race van de grotere winkels. Hè. Het is makkelijk voor de Jumbo om personeel binnen te halen dan van een kleine winkelier die een winkeltje in de korf open moet houden voor het bestaan. Maar ik heb het wel een beetje met het verhaal van Arjen Heleman. Dat als wij in Krimpen aan de IJssel niet zorgen dat we die gemeenschap met elkaar op die manier in stand houden in die vrijheden, dus ook ruimte geven aan mensen die dat niet willen, dan is dat wel een randvoorwaarde voor om dat dorp Krimpen aan de IJssel bij elkaar te houden. Het gaat over dus ondernemers, dus daar... Anton Tim wilde wel iets over zeggen, Even wachten, want ik wil dat even afmaken. Ik herken namelijk, en dan kan meneer Tim alles graag wat hij wil. Dank u wel. Maar ik herken namelijk in Krimpen een polariserend standpunt over mensen die heel erg vechten om die zondag bij de een af te pakken. En dat betekent dat de ander gaat redeneren om die zondag weer aan iemand anders terug te geven. Daar moeten we echt mee ophouden. We moeten echt stoppen met elkaar de loef af te steken over die zondag. We moeten zorgen dat we een compromis in die gemeenschap hebben om iedereen de ruimte te geven om dat te doen, ons leven in te richten zoals dat kan. Meneer Tim. Ja, dat klopt helemaal wat daar wordt gezegd. We zitten in een samenleving en we moeten het in die samenleving ook samen doen. Dat betekent dat je elkaar de ruimte moet geven de dingen te doen die je wil doen. En de een die wil iets op de ene dag en de ander wil iets op de andere dag. En of dat nou op de maandag, dinsdag of op een zondag is, in die samenleving waar we hierin zitten, moet je elkaar die ruimte geven en elkaar gewoon de vrijheid geven de dingen te doen die je wil doen op de dag dat het jou uitkomt. Ik wou net zeggen, ik heb uitgerekend over de zondag, heb ik de SGP in deze ronde nog niet gehoord, Marco Oosterwijk. Nee, goed luisteren is ook een... Ja, dat is zeker een kunde. Nou ja, goed, het is een klein beetje van wat meneer Tim ook zegt. Hè? Alsof we elkaar op overtreffende trap moeten proberen overtuigen van elkaars gelijk. Het gaat er volgens mij ook gewoon om van hoe je tegen de maatschappij aankijkt. Is dat economie of is dat niet alles economie? Als het gaat om de SGP vinden we in ieder geval dat de zondag een hele bijzondere dag is. Die ook heel waardevol is. En waarbij het zeg maar juist ook om de dingen gaat waar je met elkaar de samenleving mee vormt. Tijd voor elkaar kunnen hebben. Aandacht voor elkaar kunnen hebben. En inderdaad, daarnaast spelen er ook nog andere elementen bij zoals economie. En ik kan wat dat betreft mevrouw Brechtman wel heel erg bijvallen. Het is gewoon een gegeven, beste mensen, dat op een moment dat zeg maar de economie van het grootwinkelbedrijf de boventoon voert, dat de kleine ondernemer kopje ondergaat. Dat is wat dat betreft geen hogere wiskunde. Dat is gewoon het verhaal van de psychologie van de koude grond. Goed, is dat inderdaad dezelfde logica die GroenLinks aanhangt? Nou, ik denk dat je ook niet... We moeten kijken naar het tweesporenbeleid. Wat de PvdA net ook heel erg sterk aangeeft, is dat we sterk aan het polariseren zijn. Het een hoeft niet automatisch het ander te betekenen. We moeten elkaar hier vooral niet gaan uitsluiten van wel zondag, niet zondag. We moeten een werkbaar compromis gaan zoeken. En dat betekent dus ook dat als we inderdaad ervoor kiezen om een zondagopening mogelijk te maken, dat we dus ook ervoor zorgen dat die ondernemers die dat niet kunnen betalen, of dat die daar moeite mee hebben, dat we daar op een andere manier als gemeenschap zijn en ook als gemeente zijn, dat we die daarop wel gaan steunen. Maar steunen? Dus kleine ondernemers financieel gaan bijstaan? Nou, dat hoor je mij niet zeggen. Ik zou niet weten hoe anders. Ik zeg niet dat we subsidies uit moeten gaan delen, absoluut niet. Laten we de vrije markt ook vooral zijn werk doen. Maar laten we ook de vrije markt de keuze geven om vrij te zijn. En niet alleen maar... we moeten niemand gaan dwingen om op zondag open te gaan, maar we kunnen ook niemand dwingen om op zondag gesloten te blijven. En dat moet een vrije keuze zijn van de ondernemers. En als die er dan voor kiezen om op andere dagen of op winkelavonden bijvoorbeeld gesloten te zijn, moeten ze ook die mogelijkheid krijgen. Ook vanuit winkeliersverenigingen en vanuit andere instanties. Jeffrey, ik hoor heel veel het woord compromis vallen. Hoe zit Leefbaar Krimpen dat? Ja, Leefbaar Krimpen is inderdaad van het verbinden. Wij vinden het niet dat de kleine ondernemer niet open wil. We hebben juist veel ondernemers gesproken, ook de kleine ondernemers. In bepaalde branches, zoals de textielbranche, die zeggen wij willen echt graag open. Want op zondag kunnen wij geld verdienen en door de week op het moment gewoon niet. Dus je moet gewoon kijken wat de ondernemer zelf wil. En als dat op zondag is, dan moet hij dat gewoon zelf bepalen op die zondag open te gaan. Alleen wij zeggen verbintenis, dus laten we dan wel ook zorgen dat ook de christelijke gemeenschap vanaf 12 uur dan pas de winkels open gaan om die verbintenis te behouden. Arnold van Leeuw, CDA. Dank u. Ik sluit mij wel aan bij het beeld dat... Kijk, zondag is in Krimpen nu een mooie rustdag. En volgens mij moet je niet alles in dienst van de economie stellen. Dat is één. Als je kijkt naar 24 december, werd net al aangehaald vorig jaar, waren er drie bedrijven die open wilden. Het waren drie grote landelijke ketens. Geen enkel ander bedrijf heeft een aanvraag gedaan. Dus ik denk dat tot nu toe het bewijs geleverd wordt dat die behoefte er alleen bij de grote bedrijven is en niet bij de kleine, die dat blijkbaar op dit moment in Krimpen niet kunnen bolwerken.
En vrijheid voor ondernemers en vrijheid voor inwoners is natuurlijk heel belangrijk. Maar het heeft natuurlijk altijd zijn perken. Want ik heb nog niemand horen zeggen dat een ondernemer de vrijheid heeft om midden in de nacht open te zijn. Om maar zo te noemen. Dus alleen het element van vrijheid is wat mij betreft te weinig om hier een slag te maken. Arjen Nederman, D66. Ja, er wordt bewijsvoering aangevoerd die echt uit de lucht komt vallen. Want dat, het beste bewijs, het beste koopkracht of het beste kooponderzoek is gewoon die winkels open doen op zondag. En dan gaan we kijken hoe druk het wordt. En als ondernemers bereid zijn om een winkel open te doen, geeft dat aan dat zij zelf vanuit hun ondernemersactiviteit denken dat het zinnig is om open te zijn. Of er veel of weinig mensen komen. Je moet een keer ergens beginnen. Er is natuurlijk wel een verschil tussen zo'n grote Jumbo of een hele kleine krimpende ondernemer. Niet in eerste instantie. Het zal waarschijnlijk beginnen met een aantal groot winkelbedrijven. Maar het is helemaal niet gezegd dat het daarbij blijft. Want ik ken ook kleine ondernemers die graag op zondag open zouden willen. Zonder reclame te gaan maken voor bedrijven. En ik ben begonnen in mijn verhaal dat de zondagsvrijheid, ik noem het met name zondagsvrijheid, omdat het niet alleen gaat over winkels open en winkels dicht. Het gaat erom dat we met elkaar de vrijheid moeten kunnen beleven om onze zondag in te vullen zoals we dat willen. Misschien wil ik ook niet op zondag gaan winkelen, maar wil ik wel mijn auto wassen zonder dat ik door de buren word aangekeken van het is wel krimp hier. Dat is waar het om gaat. Applaus uit de zaal. Nou. Goed, deze ronde, ja, abusiefelijk had ik deze twee onderwerpen, dik met excuus, als twee aparte onderwerpen gezien, maar het maakt eigenlijk onderdeel uit van ronde A. Dat zeg ik ook eventjes tegen de manager hier op de vloer. Dus we mogen even. Precies. Tweede thema, Dick, veiligheid. Hoe kunnen we krimpen veiliger krijgen? Ik heb de indruk, maar ik ben hier maar sinds vanmiddag, dat ik gewoon mijn auto hier niet op slot hoef te draaien. Of is dat weer Rotterdamse naïviteit? Ja, dus. Goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar goed, hoe krimpen veiliger te krijgen? SGP, Marco Oosterwijk, de meeste partijen die schrijven krimpen is gelukkig een veilige gemeente. En u zegt krimpen is niet veilig genoeg. Nou ja, kijk, als je kijkt dan zeg maar naar een andere willekeurige gemeente een stukje verderop, dan doen we het gewoon best goed. En dat is ook de inspanning van iedereen hier in het dorp. En daar moeten we met elkaar ook blij mee zijn. Maar tegelijkertijd willen wij als SGP ook niet de ogen sluiten voor ja, dingen die je gewoon ziet in de straat en in de wijk. Vandalisme, drugs- en alcoholgebruik bij jongeren en ouderen, zeg ik er ook gelijk achteraan. Diefstallen die wat dat betreft ook gewoon voorkomen. Vandaar ook dat wij pleiten voor gewoon een extra set aan maatregelen, soms heel concreet, die daar ook gewoon wat dat betreft de vinger bij leggen en ook gewoon adequate oplossingen voor bieden. Meneer Van Blanken van GroenLinks. Ja, wat ik hier de SGP hoor zeggen, wat ik volgens mij ook wel een beetje in het ding is wat we hier de afgelopen jaren zien, is dat er zodra het gaat over veiligheid er altijd meteen maatregelen genomen moeten worden. Er is altijd meteen een heel repressief beleid wordt ervoor gepleit van we moeten mensen een alcoholconvenant op gaan dringen of we moeten aanpakken. Camera toezicht. Terwijl ik, nou ja, allerlei van dat soort maatregelen, terwijl ik denk dat we ook aan de preventieve kant vooral heel veel meer zouden kunnen doen. Op het moment dat jongeren hier wat te doen hebben, is de kans dat ze rotzooi gaan lopen trappen een stuk kleiner. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat vandalisme dan niet meer voorkomt. Zo is het niet. Maar ik denk dat we moeten stoppen met meteen in de regeldrift en meteen die repressieve kant erop. En vooral ook eens een keer kijken van wat hebben we nou nodig om die veiligheid op een andere manier voor elkaar te krijgen dan alleen maar mensen vertellen wat ze niet mogen doen. Goed, dus niet verbieden, maar gebieden. Jeffrey van der Elst van Leefbaar Krimpen, daar bent u het niet mee eens, zag ik al aan u. Nee, ook leefbaar zeggen, het moet gewoon leefbaarder en veiliger. Er moet al degelijk meer gedaan worden. Sluiten we aan bij de SGP. En dat betekent gewoon meer inzet van BOA's, meer optreden en stevig aanpakken gewoon. En wat we zien gewoon ook in de rapporten, en die leest onze burgemeester regelmatig op, het gaat gewoon achteruit. Dus aanpakken. U heeft ook al spannen in de VVD dat het misschien goed is om kentekenplaatherkenning in te voeren. Ja, dat klopt. Ja, kijk, als je de mogelijkheden niet meer hebt die we in het verleden wel hadden, met een politiebureau en 53 man politie in het dorp, want dat hebben we niet meer. Dan er is geen politiebureau hier, hè? Nee, we hebben geen politiebureau. Ja, nou ja. Dus postkantoor weg, politiebureau weg, alles weg. We hebben wel wat, maar op afstand. Maar als je die fysieke politieagent niet meer in het dorp hebt, dan moet je kijken naar de faciliteiten die je wel hebt om er wat aan te doen. Preventief is natuurlijk heel erg belangrijk, maar je kan ook kijken naar de techniek, bijvoorbeeld camera's. En dan die kentekencamera herkenning, dat is één. Maar er zijn ook andere camera's waar je gewoon de plekken die bekend zijn bij de politie kan controleren. Dan kan je op afstand
met veel minder mensen, maar wel met de middelen, toch gewoon goed en veilig krimp houden. Even dik, voor mij waren ze niet pluis en krimpen. Ja. Ik heb waar de burgemeester, zou de camera's moeten hangen en krimpen? Ik heb de burgemeester in ieder geval in de nieuwjaarsreceptie horen zeggen dat krimpen altijd een witte kerst heeft. Ja. Goed. Ja. Even reactie. U wilde als eerste reageren. Koen Derks van de PvdA. Ja, dat is een beetje de beschouwing van pas op, het moet geen Sodom en Gomorra worden, om het zo te zeggen. Hè? Pikker over stelen, om het in Rotterdams te zeggen. Dus hang alle camera's maar op. Nog meer politie erin. Preventie is natuurlijk wel een weg. Maar op dat politiebureau bijvoorbeeld. Hè? Ik heb geleerd van mensen die met die veiligheid bezig zijn en in Rotterdam ook wel contacten, dat informatie gewoon over hoe het zit, dus de oude wijkagent die voelt, het in kaart brengen van de situatie, is grandioos, maar eigenlijk randvoorwaardelijk voor alles wat je daarna doet met camera's en de rest. Dus wij hebben ook gezegd dat het politiebureau moet weer open. Maar vooral die oude vertrouwde wijkagent in die wijken, de informatiepositie waar het gebeurt. Iedereen kent bij voornaam. Exact, dat oude krimpen. Want als we krimpen ingerichten als het nieuwe Rotterdam-Zuid. He, om maar zo... Ik vind dat nogal een uitspraak. Ja, maar pas op, want de criminaliteit is in Rotterdam ook al 20, 30 jaar een aandachtspunt die met name via de sociale veiligheid opgelost moest worden. Ik kan u de rapporten geven, want al die levensfasen over veiligheidsbeleid hebben ze daar gehad. Hè? Wij moeten niet die levensfase gaan overdoen. Want dan bestaat krimpen niet meer, dan is het de witte kerst. Maar dan blijft het de witte kerst. En ik geloof niet dat met nog meer 20 BOA's, 30 BOA's. We moeten natuurlijk wat doen, maar we moeten zeker ook aan de informatie en dat dorp en die gemeenschap blijven werken om daar de informatie uit te halen. Nog 20 BOA's die parkeerbelasting gaan heffen, lossen de jongerenproblematiek en de andere kant niet op. Maar het is ook een waterbedeffect. Daar kom ik zo op terug. Want de bijzondere opsporingsambtenaren. Ik zie je vinger omhoog gaan, Kirsten Jaarsma, maar zijn van krimpen. Ja, nou, ik ben het met meneer Dirks eens dat in ieder geval de wijkagent, zeg maar, die lokale politiecapaciteit gewoon goed moet zijn. Ik begrijp dat wij, dat de standaard is 1 FTE per 5000 inwoners. En wij missen, wij missen 1,3 FTE. Dus ja, dat is wel belangrijk. Inderdaad, ook die lokale kennis. Dat kan ook goed zijn voor de preventieve maatregelen. En die BOA's die moeten vooral ingezet worden voor zeg maar het handhaven Landelijk moet er gewoon zo'n beleid komen en meer op de deur worden geklopt in Den Haag. We hebben hier vroeger inderdaad 50 politieagenten gehad in het dorp. En nu nog 3. En dan gaan we nu praten over 1,3. We hebben echt met een veel groter wordende dorp met meer inwoners nog geen 10% van de capaciteit dat we ooit hadden. Al dus leefbaar krimpen, D66, Arjan Nederman. Het is altijd mooi om lokale partijen te horen roepen wat ze landelijk geregeld willen hebben. Ik kan u zeggen, als D66 zijn we landelijk ook aan de slag. Er wordt volgens mij heel veel aan veiligheid gedaan. Ik vind eigenlijk de stelling, ik ben niet zo blij met deze stelling, omdat er een beetje beeld wordt opgeroepen alsof er een krimpen, ik weet niet wat, aan de hand. Aan u de zeeën van tijd om het tegen te werpen. Nou, in ieder geval om dat enigszins te nuanceren. We horen gelukkig, zeg ik daarbij, in het rijtje van gemeentes waar het relatief veilig is. En dat wil niet zeggen dat er nooit wat gebeurt. Dat wil niet zeggen dat je dus tevreden achterover kunt leunen. Maar dat is wel de reden dat wij de politie inzet hebben die we hebben. Want we zitten in een regionaal verband met de politie die beperkte middelen heeft. En die politie die zet het daarin waar het meest nodig is. Dus nou, politie inzet en krimpen is voldoende. Ik had zeeën van tijd. Ja. Overdrachtelijk, hè? Als ik zeeën van tijd... Ja, dan heb ik nog in ieder geval nog wel even een minuut nodig. Nou, maken we er 30 seconden voor. Alle rapporten schrijven. Meneer Nederman. Ja, ik ga even het verhaal afmaken. Dus we krijgen de politie inzet die we beschikbaar hebben. Daar kunnen we lang en breed over praten. Dat is gewoon zo. De misdaad en de onveiligheid zoals die zich voordoet. Over welke veiligheid hebben we het? Hebben we het over de veiligheid van rolstoelgebruikers die hun nek breken? Dat is al gecheckt door de burgemeester hoogstpersoonlijk. Dus dat is goed. Ja, die komt er in ieder geval achter dat daar nog wel wat moet gebeuren. Laten we dat vooral doen. Daar hebben we geen politie voor nodig volgens mij. Dat kunnen we zelf als gemeente oplossen. Laten we dat doen. Dat is een stukje preventie en dat is ook een stukje veiligheid. Als het over veiligheid in algemene zin gaat, dan zou ik zeggen,
zeggen, ik hoop dat de nationale politie nou een keertje echt tot wording komt. En dat die wijkagent hier weer een fatsoenlijke rol krijgt. Want goed, uw punt. Ik heb nog één punt. Nee, ja, u zit al over een minuut heen. Want ja, ik had u zeven tijd gegeven. Nee, maar ik vat u even samen. U zegt, ja, het is toch een ding waar we van afhankelijk zijn op landelijk gebied. Hè? Er moet gewoon meer politie komen. U heeft het over beschikbaarheid. Ja, het is gewoon niet anders. Jeanette Bregman, ChristenUnie. Nee, ja, Eerst even mevrouw Bregman. Ja, wat ik hier nog niet heb horen noemen is de veiligheid als het gaat om kinderen en om ouderen. Als het gaat om oudermishandeling, kindermishandeling, huiselijk geweld. En daar willen we als ChristenUnie echt aandacht voor. En daar moet ook echt iets in ons krimpen mee gebeuren. Want dat zijn cijfers die echt nog wel schrikbarend zijn. En we zeggen ook, daar moet echt meer samenwerking komen. Niet alleen politie inzet, maar juist ook de andere kant. De hulpverleningskant, de overlegkant, de... een aaneengesloten keten, het spreken van dezelfde taal, dat is daarin heel belangrijk. En ik, naast alles wat hier genoemd is van de harde kant, wil ik toch ook echt dit noemen. Want juist onze kinderen, juist onze ouderen zijn het achter meer dan waard. Achter de voordeur, ja. We zijn er. Ja, de gong is onverbiddelijk. Dan zijn we bij het derde blok, Dick. En het derde blok, dan gaan we het over wonen hebben. Zijn er voldoende huisvestingsmogelijkheden voor de verschillende bewonersgroepen? Is iedereen blij met zijn huis die hier in de zaal zit? Die of een huis. Maar even naar de SGP. Want meneer Oosterwijk, u vindt dat met de huidige maatregelen vooral de jongeren en de starters de dupe zijn. Waarom? Nou, we hebben heel klip en klaar in ons verkiezingsprogramma staan. En dat is ook wat dat betreft aantoonbaar. Dat we inmiddels wel zo ongeveer genoeg sociale huurwoningen hebben in Krimpen. Ja, dat is echt waar. En misschien moet u daarom een reactie vragen. Maar als we zien hoeveel mensen tot de doelgroep gerekend worden waarvoor we zo moeten bouwen. Er zijn zoveel oudere mensen die wat dat betreft hun huis hebben afgelost. Wel tot de doelgroep worden gerekend. Waar de cijfertjes verbouwen op worden gebaseerd. En die mensen blijven gewoon vrolijk wonen in hun huis. En terecht ook. Waar het voor ons om gaat, is dat we wat dat betreft andere keuzes moeten gaan maken. Wij zeggen heel nadrukkelijk, bouwen voor jongeren. Bouwen voor starters. Bouwen voor gezinnen. En dat kan. Als we maar keuzes maken. Hele concrete keuze wat betreft de SGP. Centrum Zuid gaan binnenkort alle woningen plat. Daar moet wat dat betreft, dicht bij de ontsluiting van het openbaar vervoer, ook gewoon voor jongeren echt iets gaan komen. Meneer Van Blanken van GroenLinks. Ja, ik ben blij dat de term jongeren even genoemd wordt, want ik mag mijzelf daar nog altijd toe rekenen. U ziet er heel jeugdig uit. Ja, dat ben ik ook. En juist omdat ik een jongere ben in Krimpen aan de IJssel, ondervind ik dit aan den lijve. Krimpen aan de IJssel is natuurlijk een fantastische gemeente. We hebben het echt ontzettend goed hier zo. Maar er is voor jongeren niet zoveel te doen en er is ook heel slecht wonen. Ik ben vanaf mijn 18e ingeschreven bij de verschillende... Ik weet niet hoe oud u bent. Ik ben 25 net. Oké, nou, dat is al een tijdje dus. Nog steeds niet bovenaan de lijst? Nee, nog steeds niet bovenaan de lijst. Als ik nu op een huurwoning reageer, dan sta ik gemiddeld op plek 72, 73, nou soms 69 als ik geluk heb, maar daar stopt het wel mee. En ik denk dat dat een ontzettend groot probleem is. En ik ben nu net afgestudeerd, ik ben net begonnen met werken. Ik heb niet het geld om in Krimpen aan de IJssel een huis te kopen waar de huizenprijs zo ontzettend hoog is. Maar dat trekt de jeugd dus weg. Meneer Arnold de Leeuw van het CDA. Ik denk dat mijn buurman een terecht punt aansnijdt. We hebben echt een probleem met huisvesting, met name voor jongeren. Ik begreep juist dat Krimpen een beetje uitgebouwd was. Nou ja, dat maakt het probleem dus extra groot. Zoals de SGP aangeeft, in Centrum Zuid gaan we bouwen. En dan moeten we dus ook echt rekening houden met deze doelgroep. Zorgen dat de woningen niet te duur zijn. Kleine appartementen, zodat je daar gewoon kan starten en na een aantal jaren weer verder kan. Om Krimpen, zeker op de lange termijn, echt een leuke gemeente te houden, is het heel belangrijk dat we de jongeren in Krimpen kunnen houden. Jongere gezinnen. Want uiteindelijk moeten die ook de toekomst van Krimpen vormen. Arjen Nijleman, D66. Volgens mij delen we allemaal onzezelfde opvatting over het probleem, maar we verschillen wel over de manier waarop het opgelost wordt. Er moet in ieder geval veel meer gebouwd worden voor starters en voor jongeren. En voor mensen met een bescheiden beurs. Als ik dan kijk wat er de afgelopen jaren gedaan is, is sowieso weinig gebouwd. Krimpen heeft nauwelijks locaties, maar daar waar er locaties kwamen, kwamen woningen die niet kwalificeerden als starterswoningen. Kwamen geen woningen voor jongeren. Koen Dirks. Ja, dat is helder. Dus ik vind ook de verenging van... PvdA trouwens. Ja, maar het is ook echt een breed onderwerp. Als je hier 6 of 7 jaar voor een huis, ook als klein gezin, als startend gezin, hè, dan kan er wel gezegd worden, we moeten geen sociale huisvesting doen. Maar in heel Nederland zit dat op slot aan de onderkant. En je kan niet naar de bovenkant, hè, want die tussengroep is weg. Nou, dat merken wij. En we hebben echt wel mooie wijken met 200 in Kappen. Maar waar ga je nou heen als Krimpenaar, als je hier een leven lang wil wonen? Ja, mijn handen jeuken en mijn mond jeukt om die vraag te stellen aan de VVD. Want ik begreep dat de VVD...
VVD die kijkt heel goed naar de buren, naar Rotterdam, de hoogte in, die handel. Ja, als je... Woontorens in Krimpen? We hoeven niet meteen een Montevideo hier in Krimpen neer te zetten, maar we kunnen best wel af van 5 hoog. De mogelijkheden zijn er. We kunnen omhoog, we kunnen niet over de grens heen. Dus we zijn daarin beperkt. En als je dan toch wil bouwen en als je aan al deze wensen wil voldoen... Ja, dan zegt de VVD, dan maar een verdieping erop, of 2 of 3. Maar ga de hoogte in, want daar heb je de ruimte. En waar dan? Ja. Nou, we hoorden net al Centrum Zuid, hè, daar moet nog gebouwd worden. En er zijn nog wel meer projecten in Krimpen te verzinnen... waar woningen nu zijn die niet meer voldoen aan deze eisen. Denk ook aan de energietransitie die we moeten gaan doen. Dus ja. Moeten nog heel veel aan woningen gedaan worden. Nou, dat zijn allemaal woningen die je kan aanpakken. Dat zijn allemaal ruimtes die je kan aanpakken. Maar als je dat 1 op 1 doet, dan ga je dus nooit voldoen... aan al die wensen en eisen die wij hebben. Dus dan moet je daar een andere oplossing voor vinden. Dus dan niet 1 op 1, maar 1 op 2 of 3 of 4, in ieder geval de hoogte in. Is dat wel leefbaar genoeg, Jeffrey? Nou, wat hier vergeten wordt, is dat er woningen nodig zijn voor de ouderen. Er moeten woningen komen, zodat mensen kunnen doorschuiven... naar een woning die levensbestendig is. Het bouwen van woningen voor jongeren, prima. Maar we komen nog heel veel mensen tegen die nu echt een senior zijn... die merken van, ik kan niet in mijn huis blijven wonen... of ik moet voor heel veel geld het gaan verbouwen. Dus daar moeten echt woningen voor komen. Dan kunnen zij doorschuiven en dan maken we ruimte in eenzinswoningen... voor die starters. En daar moeten we in spelen. Wat vind jij ervan, Kirsten Jaarsma, stem van Krimpen? Nou, ik begrijp vooral dat Leefbaar Krimpen vooral seniorenwoningen wil bouwen. Maar wij zijn natuurlijk wel een sterk vergrijzende gemeente. Dan creëer je natuurlijk wel ook... andere problematiek. Hoe meer mensen, senioren in Krimpen... Zodat je kan doorschuiven voor de jongeren. Want er worden heel veel woningen worden nu vastgehouden door ouderen... die zeggen, ja, ik zit in een eensgezinswoning. Vroeger met een gezinnetje, maar nu met eentje of met z'n tweetjes. Daar is eigenlijk heel die woning niet voor nodig. Dus laat hun dat doorschuiven naar gelijkvloerse woningen... wat kleiner en betaalbaarder. En dan komt die eensgezinswoning misschien weer vrij... juist voor die jongere mensen waar het andere partijen het over hebben. Ja, de andere partij is bijvoorbeeld de PvdA. Ja, je moet daar ook creatief in zijn en dingen combineren. Hè. Als wij oudere mensen hebben die in de mantelzorg terechtkomen... of anderszins, hebben we hier ook een blijvensregeling aan de orde gehad. Hoe kan je die mensen nou, want er zijn zat mensen... heel hoog percentage mantelzorg hier... bij anderen aan huis hè, kunnen blijven wonen, zodat hun woning vrijkomt... maar daar dus weer op investeren. Dus WMO, ouderenzorg en de Partij van de Arbeid is er dus voor. Levensbestendig, werd er ook gezegd. Het zou prachtig zijn als wij als gemeenschap... niet alleen als je hier geboren bent, maar ook nog als je wat ouder wordt... waardig oud worden, daar kan mevrouw van de ChristenUnie ook iets over vertellen... dat vinden wij ook heel belangrijk hier in Krimpen. Ik denk dat het mogelijk is, misschien 1 etage hoger dan normaal... zoals meneer... Een compromis. Nou, dan kunnen wij... Doen we dus de hoogte en de zondags de rust doen we een compromisje. Dan kunnen wij met de levensbestendig wonen in Krimpen... in die gemeenschap, volgens mij nog, in die variatie... genoeg woningen en combinaties neerzetten... Even over, want ik kijk even naar de jongste van het hele stel, van GroenLinks... die nu al 7 jaar, 8 jaar in de wacht staat. Stem van Krimpen, u bent ook voor de tiny houses. Ja, ik denk op zich dat je ook als gemeente wel wat lef moet hebben... om zeg maar alternatieve woningen ook mogelijk te maken. En ja, we hebben niet zo heel veel grond. En tiny houses is natuurlijk dan wel een hele mooie oplossing. En dat kan gelijk ook aansluiten bijvoorbeeld met experimenten... met 0 op de meter woningen, want er zijn tiny houses die helemaal zelfvoorzienend zijn. Een ander plan wat wij ervoor hebben is ook het herontwikkelen van het Van Duivendijkterrein wat in 2010 aangekocht is. We hebben dat in ieder geval met een mooie naam Boulevard aan de IJssel genoemd. Wij hopen in ieder geval dat te kunnen ontwikkelen. Daar heb je het weer. Dat is een boulevard aan het water waar grote woningen komen met uitzicht van 8 ton. Daar hebben we in Krimpen geen behoefte aan. Trouwens, Partij van de Arbeid heeft daar met zand en... Publiek, mooie boulevard in Krimpen? Nee. We zijn aan het einde van de ronde. Goed, Dick, we zijn bijna klaar. Ik heb het vermoeden dat hier vanavond nog een coalitie wordt gesmeed. Zijn er nog vragen uit het publiek? Fijn om vragen uit het publiek? Fuck off, man. Ik loop even naar u toe. Sorry, dat had je niet moeten zeggen. Maar ik vind dat je veel eerder het publiek erbij had moeten betrekken. Ik heb van tevoren gezegd dat de vingers opgestoken konden worden. Nou, dan steek ik nu mijn vinger op. Ja, dan bent u net een klein beetje te laat. Nee hoor. Nee. Nou, zegt u het maar dan, korte vraag. Ja, dat ben ik ook wel gewend. De heer Oosterwijk wilde ik vragen. Die dan wat minder sociale woningen. En dan denk ik van, als er dan gebouwd wordt, moet er dan ook een kerk bij? Nou, daar kan ik een antwoord op geven van het heeft niks met elkaar te maken. En 2, dat hoeft zeker niet. Waar het vooral om gaat, is dat we met elkaar in het dorp ook moeten durven kiezen. En ik hoor van heel veel mensen wat belangrijk is. Maar ik hoor weinig van
En dan kiezen we dus hiervoor. Wij stellen gewoon vast wat dat betreft dat het echt tijd is voor jongeren om zeg maar een stukje huisvesting te kunnen vinden. Dat gezinnen die wat dat betreft op de stoep staan om te zeggen van en wij dan keurig moeten worden bediend. Daar gaat het vooral om volgens mij. Helder is het. Ja, ik moet het hierbij laten, want we zijn al een beetje over tijd. Nog één vraag, één korte vraag. Ja, zegt u het maar. Ik heb een vraag voor Stem van Krimpen. De tiny houses. Gaan die dan ook tot €412 huur? Want dat zijn jongerenwoningen. En daar zijn er verdomd weinig van in Krimpen. Ik denk zelfs dat het ook gewoon eigen koopwoning kunnen zijn. Die zijn niet veel geld. Dat is dus niet die doelgroep waar dus vraag naar is. Tot €412 huur kun je namelijk maar op reageren als je 23 jaar een jongen bent. Nou, ik hoor net van mijn buurman, startersleningen zijn daar een hele goede remedie voor. Ja, is dat een goede remedie voor meneer Van Blanken van GroenLinks? Nou, ik denk dat alle remedie die we in kunnen zetten om de jongeren in Krimpen te houden, dat een hele goede is. Dus daar ook bij de startersleningen uiteraard. Waar we heel erg voor uit moeten kijken is dat we inderdaad niet allerlei leuke tiny houses neer gaan zetten. En dat soort dingen die veel te duur zijn. Want dat is waar we de afgelopen jaren wat we ook hebben gezien. De witte flatjes zijn gesloopt. Daar zijn ontzettende mooie nieuwe grote flats neergezet. Waar hele dure appartementen in zijn. En wat je dus ziet is dat, dat we veel te veel... van tevoren nadenken wat we nou kunnen. Wat de SGP net ook heel erg aangeeft, we moeten duidelijke keuzes maken. Daar moeten we van tevoren heel goed over nadenken. En er niet voor kiezen om inderdaad eigenlijk een boulevard neer te zetten met appartementen die onbetaalbaar zijn. Nog even het laatste woord als CDA, Arnold de Leeuw, want dan mogen jullie zometeen, we zitten een beetje aan onze tijd, in 30 seconden jullie speech houden. Laatste woord. Ja, ik denk dat, mijn buurman noemde het Prinsessenpark, ik denk dat het juiste voorbeeld is hoe het moet. Daar zijn goed in de hoogte veel woningen gebouwd, verschillende prijsklasses, en daar zijn allemaal Krimpenaren in terecht gekomen voor een belangrijk deel oudere Krimpenaren die woningen hebben achtergelaten. Dus volgens mij is dat een stramien wat we ook in andere projecten moeten gaan toepassen. De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. Ook voor de mensen in Krimpen aan den IJssel. Er valt wat te kiezen. Tijd voor de politici om in 30 seconden jullie speech te houden. Ik begin bij Anton Tim van VVD. Ja, de VVD die staat voor bereikbaarheid, die staat voor veiligheid, die staat voor onze jongeren en onze ouderen. We staan voor een samenleving. En die samenleving die kunnen we samen maken. En daarvoor kunt u op 21 maart naar de stembus. Dus de VVD roept u vooral op, ongeacht wat u wil kiezen, maar ga stemmen en breng uw stem uit. Want als we dat allemaal doen, dan komen we op een mooi resultaat. De stem van Krimpen, Kirsten Jaarsma. Ja, nou, ik ben het met buurman eens. Vooral stemmen en dan het liefst natuurlijk op de stem van Krimpen. Wij zijn in ieder geval een lokale partij. Wij willen ons heel graag inzetten ook voor meer burgerparticipatie, inwonersparticipatie. En inderdaad ook, we hebben een heel mooi verkiezingsprogramma met 15 punten waar wij waar iedereen op www.stemvankrimpen een kijkje voor kan nemen. Jeannette Bregman, ChristenUnie. Ja, dank u wel. Ik heb gezien in mijn leven, ik ben ontzettend veel verhuisd, dat de plaats waar je woont echt het verschil kan maken. En waar wij als ChristenUnie voor staan, is dat je trots moet zijn op de plek waar je woont. En wij willen dat iedereen trots is op Krimpen aan den IJssel waar hij woont. En daarom gaan we voor een plaats waar iedereen meetelt, inclusieve samenleving, een veilige plek waar jongere kinderen kunnen opgroeien, waar ouderen waardig ouder kunnen worden. En ook een plek waar de duurzaamheid echt een hoge prioriteit heeft. Een duurzame plek. Dank. Goed zo. En bijval uit de zaal. Marco Oosterwijk, uw halve minuut gaat nu in van de SGP. Ja, de SGP is een voluit christelijke partij, maar nadrukkelijk voor iedereen in Krimpen. Zorgen voor elkaar, omkijken naar elkaar, iets over hebben voor elkaar is wat dat betreft een hele belangrijke waarde. Duurzaamheid is wat dat betreft niet iets wat we willen alleen, maar wat we ook bewijzen te hebben gedaan in de achterliggende periode. Kijk wat we hebben gedaan, kijk vooruit, stem SGP. Dank u wel. Keurig binnen de tijd. Wouter van Blanken van GroenLinks. Wij hebben een verkiezingsprogramma geschreven dat heet Tussen Droom en Werkelijkheid. En wij dromen ook van een inclusief Krimpen, van een Krimpen waarin iedereen welkom is en een Krimpen waar voor iedereen een plek is. Voor jongeren, voor ouderen, voor mensen met een grote beurs, voor mensen met een wat kleinere beurs. Wij willen een Krimpen waarin iedereen welkom is en waarin voor iedereen wat te doen is. En wij willen ook een Krimpen waarin dat in alle vrijheid kan. Arnold de Leeuw, CDA. Het CDA is een partij die als programma titel heeft Hart voor Krimpen. Want wij zijn trots op Krimpen. Wij zijn geworteld in Krimpen. En wij vinden het heel erg belangrijk dat we in Krimpen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Dat we ook zorgen voor elkaar. De zorg is ook een onderwerp wat helaas niet aan de orde gekomen is vandaag, maar wat heel belangrijk is. En zoals we net al met elkaar bespraken, we hebben heel veel al gedaan op het gebied van bereikbaarheid. Als u CDA stemt, gaan we op deze koers verder.
Arjan Nijdeleman van D66. We hadden hier een applausmeter moeten neerzetten. Hadden we alvast een beetje een soort peiling kunnen houden. Arjan Nijdeleman, D66, uw half minuut. Hij zet er zelfs een stopwatch bij aan. Ja, die loopt. Ja. En die loopt al, maar mijn tijd gaat nu in. U heeft wat met tijd, hè, geloof ik. Ja, gaat u gaan. Ga stemmen op 21 maart. Ga stemmen op een partij die er echt voor iedereen is. Want alle christelijke partijen die beweren er voor iedereen te zijn, daar mis ik altijd hun echte inzet en zorg voor die groepen die heel kwetsbaar zijn, zoals homoseksuelen of mensen met andere levensovertuigingen. Mensen die anders in het leven staan. Als u wilt dat Krimpen ook eens wat meer rekening gaat houden met het deel van de gemeente die daarvoor open staat, dan zou ik zeggen, ga stemmen, stem D66. Heel halve minuut, Koen Deriks van PvdA. Ja, onze leus dit jaar met het kiesprogramma is: een zeker bestaan maakt de toekomst mogelijk. En we zien ook dat er enorme behoefte is aan mensen in Krimpen aan de IJssel om een steuntje in de rug te krijgen voor huisvesting. Een zekere wonen. Een zekere woonomgeving die kwaliteit is. Zekere veiligheid, zoals u al aangaf. En zekerheid in het bestaan dat je hier je leven lang kan leven, maar ook nog naar de winkel kan en ook nog je brood kan verdienen in het MKB. Dus wij zouden iedereen uitnodigen die nu denkt. Ja, ik moet nu een steun zijn, want we zitten echt aan onze tijd. Jeffrey van der Els is de laatste Leefbaar Krimpen. Ja, Leefbaar Krimpen is dé lokale partij. Die is door Krimpen voor Krimpenaren. En wij hebben als motto durven en doen. En dat moeten we echt de komende 4 jaar gaan doen. Er liggen gewoon te veel stukken die opgepakt moeten worden. Dus 21 maart, ga stemmen, strategisch, voor een groot verschil. Maar één ding is zeker, Krimpen is en blijft een mooie plek om te wonen. Ja, nou, daar kunnen we het alleen maar over eens staan. Mevrouw, wat denkt u? Want die mevrouw met de grote mond, u heeft een Feyenoord-sjaal om. Wat wordt het? 3-0 tegen FC Groningen? We worden geen kampioen, maar we pakken de beker wel. Zo is het ook nog eens een keer. Ik dank de lokale omroep van Krimpen aan den IJssel hartelijk. LOK 106.0 FM. Zometeen terug te luisteren. Dick, dankjewel voor je kunde. En wij ook bedanken RTV Rijnmond. Goed, fijne avond.